Dit is het weekoverzicht van week 43. U moest er zijn op het gratis Be There Festival. 23 tot en met 30 oktober was er muziek, art, dans en fashion op verschillende locaties in de stad. Be There was dit jaar voor het eerst 7 dagen lang. Voor de speciale workshops moesten deelnemers zich van tevoren aanmelden. Op 24 oktober werd de Week van de Geschiedenis afgesloten. Nou, het heeft te maken met de Week van de Geschiedenis. Dat is een nationale week die wij ieder jaar houden sinds een aantal jaren. En in die nationale Week van de Geschiedenis doen wij als tijdreiziger, dat is een samenwerkingsverband van de cultuurhistorische instellingen in Den Bosch, doen we iets aan geschiedenis. Althans, wij willen geschiedenis op een andere manier laten beleven en laten zien dan alleen zeg maar, in een expositie of alleen in een lezing of alleen in een boek. Nee, dat is op een andere manier. Je brengt de geschiedenis als het ware naar de mensen toe. De Week van de Geschiedenis stond in het teken van het thema Dat gaat naar Den Bosch toe. Verschillende activiteiten rond dit thema lieten invloeden zien van vreemdelingen op de handel, vervoer en cultuur in Den Bosch. Op de slotdag was er op de parade een historische smaakmarkt waar een aantal inheemse en uitheemse lekkernijen geproefd konden worden. Ook werden er een aantal middeleeuwse ambachten gedemonstreerd. Het middeleeuws brood maak ik alleen vandaag voor deze markt inderdaad hoor. Dus dan ze hebben mij een gegeven moment gevraagd om op deze markt te komen staan en of we dan dus ouderwets brood wouden bakken. Dat wil ik best. Zeg maar, wat moet ik dan gaan bakken? Dus ik ging zelf al een geschiedenisboekjes bladeren van. Maar toen kwam ik op broodpap en een soort pannenkoeken uit en ik. Daar kan ik geen brood van bakken. En toen ben ik samen met een voedingshistoricus, Lisette de Kruijf, aan tafel gezeten. Die had een hele stapel boeken bij. En die zegt van, nou, als je wilt jongen, hier, ik heb 20 recepten zo voor je. Zeg, nou, zullen we met 5 producten beginnen inderdaad. En daar zijn we mee aan de gang gegaan. Nou, ik moet zeggen, de recepten waren best wel een verrassing. Want er werd wel alleen maar verteld van, nou, dit moet erin. En succes! De markt stond in het teken van historische voertuigen. Robots veroverden het centrum van beeldende kunst op zondag 24 oktober. NerdLab was een samenwerking tussen Digitale Werkplaats Den Bosch, Noisy Vision en Mad Emergent Art Center. Een aantal robots kunnen volledig zelfstandig opereren, terwijl andere handmatig bediend konden worden, zoals de grote mechanische hand die bezoekers begroet bij binnenkomst. Voor een aantal robotontwikkelaars was NerdLab een mogelijkheid om hun pionierswerk aan het grote publiek te tonen. Het Hummingbirds project van Joost van Balkom en Bert Vogels was ook tijdens het Festival Boulevard te bewonderen. ’s-Hertogenbosch herdacht woensdag 27 oktober de bevrijding van Den Bosch precies 66 jaar geleden. In het stadhuis sprak lokale burgemeester Pauli de genodigden toe. Een aantal veteranen was speciaal voor de herdenking overgekomen uit Groot-Brittannië. Gezien de hoge leeftijd van de veteranen is dit wellicht voor velen de laatste mogelijkheid om de herdenking bij te wonen. Op deze plaats nogmaals onze waardering als gemeentebestuur. Dank u wel, lokale burgemeester Pauli. Ja, normaal vieren we altijd op 27 oktober de bevrijding van ’s-Hertogenbosch, die in 1944 begon. Maar we hebben nu gezegd, we willen het graag gaan verbreden. We maken er een veteranendag van. En dan willen we iedereen gedenken en even stilstaan bij het feit dat gewoon de afgelopen 50, 60 jaar heel veel Bosschenaren ook hun leven verloren hebben. Of heel veel moeilijke periodes hebben doorgemaakt bij allerlei vredesoperaties en bevrijdingsoperaties in heel de wereld. Er komt een hele nieuwe opzet en daar zijn we heel erg blij mee. Omdat we daarmee ook de jeugd kunnen gaan betrekken en de scholen. En echt het belang van vrijheid ook in deze moderne maatschappij nog eens heel erg duidelijk voor het voetlicht kunnen krijgen. Het meest wat belangrijk wat veranderd is, dat zien jullie hier. We hebben een prachtig, onze
mooie antieke ramen, glaspartijen, hebben alle gesneuvelde militairen vermeld die ons de stad bevrijd hebben in 1944. Met natuurlijk het tableau van de 53e Wells Division, die dus heel de bevrijding geleid heeft. En daardoor heeft het een hele mooie, vaste plek gekregen. Een mooiere plek dan voorheen, hier in dit prachtige stadhuis. Iedereen kan hier binnenlopen, iedereen kan hier een moment van bezinning. En laat men het ook vooral aangrijpen om nogmaals niet alleen stil te staan bij de goede afloop van de Tweede Wereldoorlog, maar ook met wat heel veel Bosnaren voor ons gedaan hebben tijdens vredesoperaties op allerlei plekken in de wereld. Bij het Wells Division Memorial werden kransen gelegd ter nagedachtenis van de 146 gevallen Britse militairen. Na de officiële ceremonie werd de mogelijkheid geboden om zelf een krans te leggen. A wreath is laid on behalf of the 160 Brigade, 53rd Wells Division, by Lieutenant Colonel Kilmister. With the deepest respect for the 146 Welsh and British soldiers who died for the freedom of 's-Hertogenbosch, for our freedom, three pupils and a teacher of the secondary school St. John's Lyceum will recite the names of these heroes. Kenneth Barlow, Herbert Bennett, Rolf Rooks, William Mirren, Angus Robertson, Norman Taylor, Harold Derbyshire, James Jackman, Thomas Lewis, Arthur Perkins, Richard Taylor, James Thomason, George Whiteley, Herbert Wilkinson, Ronald Wood. Van 23 tot en met 30 oktober organiseerde Stichting Marktpromotie tal van activiteiten tijdens het 1001 Marktenfestival. Dit om de markt te promoten. Zo organiseerde Stichting Marktpromotie bijvoorbeeld een kindermiddag. Nou ja, nieuwe ideeën. We staan nu op een plek waar ik druk voor bezig ben. Dat is de Stichting Marktpromotie ‘s-Hertogenbosch. Vandaag hebben we het 1001 Marktenfestival. Een week vol met activiteiten op de Bossenmarkt tot en met zaterdag. En ja, voor ieder wat wils. En dat zijn zo van die ideeën die we ontwikkelen samen met de ambulante handel hier. Ja, de kermis wordt gepromoot. Ik zie in ieder geval helemaal suikerspinnen en draaimolen. Ja, vandaag is het een middag en een dag voor de kinderen.
We hebben vandaag een suikerspinnenkraam waarbij alle bezoekers, alle kinderen aan de Bossenmarkt een gratis suikerspin krijgen. Er staat een draaimolen en men mag ook gratis rondjes met de draaimolen draaien. In navolging van prominente carnavalsteden zoals Bergen-op-Zoom en Maastricht zal ook in Oeteldonk het carnavalsjaar voortaan op 11-11 van start gaan. Zijn de koninklijke hoogheid Prins Amadeo de 25e, zijn gevolg en heel veel muziek zullen donderdagavond 11 november rond 7:45 de officiële aftrap verrichten voor het carnaval op de Bossenmarkt. Als het aan de ministerraad van de Oeteldonkse club ligt, wordt de 11-11-viering een jaarlijkse traditie in Oeteldonk. En dit jaar moet het festijn een warming-up en test voor volgend jaar worden, zegt Paul Plasmans, minister van Protocol van de OC. Oeteldonk heeft een eigen carnavalsmunt, de Donker. Het muntje zal tijdens het Kwekfestijn op 13 november worden geïntroduceerd. De Donker kost 2 euro en is vooraf alleen door leden van de Oeteldonkse club en vaste klanten van de Oeteldonkse kroegen te bestellen. Reden hiervoor is om het nieuwe betaalmiddel rustig te introduceren. Met de munt kunnen Bossenaren tijdens carnaval in de deelnemende bossenkroegen betalen. De carnavalsvereniging probeert momenteel cafetaria's, restaurant en de Oeteltaxi te bewegen om de munt te accepteren, zodat deze ook daar gebruikt kan worden. Tot nu toe doen al 12 cafés mee. Dit was het weekoverzicht. Volgende week een nieuw weekoverzicht.